Rode zakdoeken. Rode zakdoeken. Ja, hoe kom je eraan? Ik heb 6 jaar terug werd ik gevraagd of ik een uurtje wou praten over vroeger op de Mariaschool hier in Medemblik. En ik zeg, ja, dat doe ik. En dan zegt mijn vrouw, Afra, die zegt, waar moet je over praten? Een uur. Nou, ik zeg, ik denk, bedenk wel wat. En in de tijd was ik koetsier, speaker op de paardentram. En daar kwamen we in Opperdoes, Oud-Opperdoes, Twisk. En daar zagen we mensen met een rode zakdoek om de nek. Onder andere Piet C. kwamen we veel tegen. En een mevrouw die op de fiets boodschappen deed en met een rode zakdoek om haar hoofd. Toen denk ik, hé, vroeger op de boerderij hadden wij die zakdoek ook. Daar kan ik wel wat over vertellen. Toen nam ik mee naar school, een rode zakdoek en 2 eieren, eentje uitgeblazen en eentje niet. En daar heb ik een uur over verteld en ik kan je vertellen, ik had tijd tekort. Nou zie ik een heleboel verschillende soorten rode zakdoeken. Is een rode zakdoek streekgebonden? Een rode zakdoek is niet streekgebonden. In 1800 hebben de Romeinen de intrede gedaan met de zakdoek. En later is het dus vanuit de boerenwereld een zakdoek gekomen, een rode zakdoek, met initialen. Dat was de rijkdom vroeger. Maar de historie, verder weten we daar niks van. We weten wel dat dus de kleur rood is van Turks rood en dat is gemaakt van de meekraplant. En die meekraplant die werd geoogst in Zeeland en in de Noord-Hollandse of in de Zuid-Hollandse eilanden. En die wortel, die is heel rood. En daarvan is dus die rode kleur ontstaan. Maar dan zie ik allemaal verschillende. En dan denk ik, ja, dat kan toch niet anders dat de ene streek weer een ander motief heeft en de andere streek weer een ander motief. Want ja, er zitten allemaal verschillende motieven. Wij weten dat in 1846 heeft Frisco uit Helmond, die heb een drukkerij overgenomen die rode zakdoeken drukte. En dat, die drukkerij bestond de jaren 5-6. En tot op de dag van vandaag doet Frisco nog steeds rode zakdoeken drukken. En dat is dat de enige fabrikant? Nee hoor, er zijn heel veel fabrikanten op het ogenblik in Nederland die dat drukken. Want kijk maar om je heen. Het is onvoorstelbaar welke initiatieven de mensen hebben om een rode zakdoek te bedrukken. Hier heb ik, zeg maar, op deze collages, dat zijn hier 16 verschillende, en die zijn allemaal in bloemenmotieven. Nou, er zijn er nog veel meer. Hier heb je ook de tulpen. Er zijn er nog veel meer. En vandaag de dag heb je de Paisley. Dat is een Schots abstract model uit Schotland. En daar worden vrouwenkleren van gemaakt, jurken, jassen, noem maar op, van alles. Dus de motieven die zijn heel veelzijdig. Ik zag er ook eentje van de 40 mm uit Venhuizen, waar altijd wordt gelopen voor de kerk. Dat is hem. Die kreeg ik vorige week in Westwoud, had ik een lezing over de rode zakdoek. En daar kreeg ik 5 rode zakdoeken van mensen die ze dus meegenomen hadden naar de lezing. En die had ik nog niet. En ik kan je deze even laten zien. Dit is zo'n bijzondere. Het is een hele oude. En vroeger kun je nagaan hoeveel mooie zakdoeken ze vroeger allemaal hadden. En ik zie daar een gaatje. Ja, zo oud is hij. Maar hij hoort wel tot de collectie. Op het ogenblik heb ik er 275 verschillende. Dus gaan we maar aan staan. En het wordt nog steeds meer. Maar je hebt ook een hele bijzondere. Want ik zie een stropdas, ik zie een pet en ik zie een pochette. Ja, die heeft mijn vrouw gemaakt. Ik zeg, wil je iets voordragen, dan moet je opkomen zoals het hoort. En mijn vrouw heeft dus deze zakdoek gemaakt. Het is de enigste in de wereld. De stropdas, hè. Wat was het? Dus zodoende. En die pet? Die pet heb ik zelf gemaakt. Je gaat naar Action en dan zie je allerhande soorten petten. En toen wou ik een pet hebben en hij paste me niet. En toen heb ik een rode zakdoek met een rode zakdoek bedekt. Ik kreeg een koker rode kit van mijn schoonzoon.
En daar heb ik hem mee beplakt. Gewoon geknipt en beplakt en dan blijft zitten. En vandaar die pet. Het hoort er allemaal bij. Het is show. En, nou, dat doen we zo. En voor de mensen die dat graag willen horen. Dit is vrouwenclubs, scholen en bejaarden. En noem maar op de landelijke club, de Zonnebloem. Verschillende keren gedaan en ja, ze vinden het prachtig. Dus zodoende. En je kan hem nog steeds gebruiken? Ik kan nog steeds rode zakdoeken gebruiken. En ik hoop dat mensen die dit horen of zien en zeggen, ik heb nog oude boerenrode zakdoeken in mijn kast liggen. Ik hou me heel graag aanbevolen.